Allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. In de vlog van, of tenminste, dit soort van weekvlog. Vakantievlog, laat me zo zeggen. Vakantievlog. Ja, ik ga op vakantie. Eigenlijk wil ik morgenochtend beginnen met filmen, maar ik dacht, ben ik toch bezig wat ik nu ga filmen. Ik ben nu bezig met mijn handbagage. Ik ben nu even iets aan het testen. En ik heb dus deze ding. Ik heb even hier zo op mijn schermpje gezet. En volgens mij is het licht echt beter. Ik ga hem nu uitzetten. Dit is uit. En dit is aan. Laat even weten in welke je het of beter vindt. Ik vind het in ieder geval wel beter. Kijk, dit is alles in de tas zit. Een spelletje, kaarten, handenspullen, waterhoesjes, keelsnoepjes. Hier zitten nog mijn oorlogjes en nog meer keelsnoepjes. En ja, het is een beetje wat in mijn tas zit. Ken je mensen? Ik ben ook geworden. Het is 6:50. Oké, we gaan over ongeveer 10 minuutjes weg. En ik ben mijn video aan het uploaden. Die volgens mij al online staat. Kijk. Hij is bijna klaar. En we moeten over 6 minuten vertrekken. Nou, het is gelukt om de video nog op mij te zetten, maar op privé. Alleen niet gelukt om de thumbnail te zetten en de beschrijving. Dus dat ga ik dat denk ik na de vakantie doen. Of tussen de vakantie, want dan heb ik nog niet vakantie. Dus ja, en we zijn nu op de weg. Het is nu 6:30. Nou, ben ik nu nog steeds niet wakker? Oké, we zijn nu op het vliegveld. En we hebben al de koffers ingecheckt. Of hoe je dat ook noemt, ik heb interessant van die dingen. En we moeten om 9:30 bij de boarding zijn. Het is nu 7:30. Oké. Ik ben vorig jaar ook een keer naar Schiphol geweest. En nu ben ik op Rotterdam Airport. Het is echt veel kleiner. En de wc's zijn hier echt heel mooi vergeleken met Schiphol. Kijk. Kijk dan. Oh my god. Zo mooi iemand in dit land. Ja. Ik ben benieuwd hoe de wc's eruit zien. Oké. Niet bijzonder. Oké, we zijn nu al door het ding, door de douane heen. En ik heb lekker een croissantje. Nou, ik weet niet of het lekker is, maar ik denk het wel. Het ziet er wel lekker uit. En ik heb echt heel erg honger. Ik heb ook niks gegeten, alleen maar zo'n klein oreootje. Dus ik ga lekker eten. En thuis is het vliegtuig. Klaar met eten, alleen nog drinken. Ja, het eten was wel hard. Mijn oren zijn nog steeds dicht.
Kijk, mooi hier zo. Hier. Dit is waar je loopt. Dan ga je zo. Ga je hier. Heel leuk. Je bed. Daar je moeder. Daar je koptafel zit. Hier is een tafeltje. Oké, we gaan niet meer zwemmen, omdat het best wel laat is. En ik heb een korte broek aangedaan. En we gaan nu even naar de supermarkt. Oké, we zijn dus nu in de supermarkt. Ik heb iets te drinken, moet ik nog meer? En kijk dit. Het ziet er wel handgemaakt uit. Ik weet niet of het zo is. Ik heb dit er ook wel mee. Het is niet super mooi, maar het is kut. Oké, we zijn nu bij een eten. Sinds wanneer eet je niet in een restaurant? Restaurant. En ik ga denk ik deze nemen, carbonara. En zo'n pizza. En als toetje ga ik dan... denk ik deze. Dus ja. Van boven appel, ja. Dit is de eten. Mijn moeder heeft. Wat heb jij? Lamskoteletjes. Lamskoteletjes. En salade. En ik heb carbonara, salade. Carbonara, salade. Carbonara, pasta. Dat is fijn. Oké, we zijn nu onderweg aan het lopen naar het appartement, hotelachtig ding. En het is nog heel donker, kijk. Wacht, door die auto ligt kan je zien hoe donker het is, maar in ieder geval is het wel donker. Kijk, je ziet mijn hoofd bijna niet meer. Maar in ieder geval zijn we bijna. Het is daar. Ik weet niet of het kan zien, in ieder geval. We zijn er bijna. Hey, zijn jullie hier ook? Ik ga zo meteen slapen. Ik ga rust opnemen. Hij is gelukkig niet vies. Ik was aan het editen en dacht dat ik geen outro had. En ik dacht dat ik een weekvlog ging doen, maar uiteindelijk is geen weekvlog geworden en dit zo. En ik ben al terug van vakantie. Ik denk dat je het wel kan zien, ik weet niet. Maar in ieder geval, deze week ergens komt denk ik nog een vlog. Ik weet niet zeker, maar ik denk het wel. Ook willen zien, abonneer op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Dag!